Welkom allemaal hier bij een bijzondere reeks. Het is een reeks van 5 talkshows die we hier in de tentoonstelling doen. Van de tentoonstelling van Mariska Voskamp en André van Noord. Vaarwel, landschap van gedachten. Dit is nummer 1. We gaan er hierna nog 4 hebben. Dit is de allereerste met Casper van der Linden, fotograaf. Dit jaar afgestudeerd aan de KBK en meteen zijn museale debuut ook in datzelfde jaar. Hij heeft namelijk werk toegevoegd aan deze tentoonstelling hier bovenin. Kunnen jullie straks allemaal gaan kijken. En Mariska Voskamp zelf, conceptueel beeldend kunstenaar. En Mariska heeft heel veel rollen hier binnen het Zaans Museum. Want ze is ook eigenlijk een hele bijzondere katalysator geweest. Want het Zaans Museum kennen jullie misschien allemaal wel van, nou, eigenlijk hele historische presentaties over de Zaanstreek. Je zag al de verkade, fabriek, associaties bij het begin. Maar dit jaar is eigenlijk een soort omslagpunt. En wil het museum eigenlijk ook een veel breder verhaal gaan vertellen. Over de streek veel interdisciplinairder gaan programmeren. En hedendaagse kunst heeft daar een hele prominente rol in. En ja, ik hoor het al veel in de wandelgangen. Mariska is daar echt ook een aanstichter van geweest. En een katalysator. Dus vandaar is het ook extra bijzonder dat de tentoonstelling van jou en André de eerste hedendaagse kunsttentoonstelling is. Ik ben Yuki Ko. Ik ben jullie moderator het komend uur. Als jullie een vraag hebben of jullie willen iets weten of iets is niet duidelijk of je kunt het niet verstaan, steek je hand op. We nemen het op, dus dan komt er even een hengel naar je toe en wacht dan even met praten. Nou, dat is genoeg introductie, denk ik. Mariska en Casper, ik ben wel benieuwd, want jullie kennen elkaar al langer. Hoe is dat begonnen? Hoe kennen jullie elkaar? Nou, we hadden het natuurlijk net even al over bij de tafel in het restaurant. Ja, dat moet je niet verklappen. We moeten doen alsof het helemaal vers is. Maar, en toen kwamen er allemaal verschillende verhalen naar boven. Maar de eerste keer dat wij, nou, we kennen elkaar via Bess. Want je bent de moeder van Bess. En Bess is mijn beste vriendin. Maar ons eerste gesprek was, omdat ik had je uitgenodigd voor mijn expositie. Want ik ging heel veel mensen uitnodigen, omdat ik dacht, iedereen moet het zien. En toen, ik had 2 stoelen voor mijn werk gezet, omdat mijn werk, je wil zeg maar dat mensen ervan rust in mijn werk vinden. Dus ik dacht, nou, kunnen mensen ervoor gaan zitten en ernaar kijken. En voor mij waren wij een van de enigen die het echt hebben gedaan heel lang. En toen hebben we, toen zijn we gaan zitten en hebben we ook een heel lang daar gezeten en daarover gepraat. En toen hebben we dus heel veel gekletst. Want naar welke werken keken jullie toen? 1 werk dat dus ook hier hangt. Voor mij zei je dat ook meteen al van sneeuw. Kan je heel even het werk beschrijven voor mensen die het nog niet gezien hebben? Er hingen 4 werken. Er hingen 2 grote. Sneeuw en een koe. Een close-up van een koe. Een steen, 2 stenen en bijtjes. Ja, het zit hier misschien wel tussen. Hè? Dan kan ik het gewoon ophouden. Nee, deze. Oh, in het boek. Ja. En ik had mijn boek er ook bij. 2 boeken. Ik had die er ook bij. Maar deze was een onderdeel van, van mijn afstudeerwerk. Ja. Ja, want dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Everything Breathes is jouw afstudeerwerk. Ja. Oeps. Ja, dus dit is de first page. Een zeil met daarop sneeuw. Ja. Ja. En Mariska, jij zag dit werk. En toen ondertussen wist jij, ik mag 5 kunstenaars uitnodigen om mee in gesprek te gaan. Nee, zo ver waren we helemaal nog niet. Ja. We zaten ergens aan de keukentafel bij mij thuis. En Casper die zei, ja, ik ga iedereen uitnodigen, want ik ga een eindexamen doen. Kom jij ook? En toen dacht ik, nou, ik kom eigenlijk niet zo vaak ergens, dus ik ga maar eens kijken. En waarom ging ik dan kijken? Want hij praat altijd zo leuk. En, hij zei van ja, en ik ben een boek aan het maken. En een boekje aan het maken. Ik wil ook altijd boekjes maken. Toen zei hij, nou, boekjes maak je zo, weet je wel. Dan doe je even zo een boek binnen slijmen en dan drukken. En klinkt heel makkelijk opeens. Is het ook? Ja, oké. Nou, dat werd ik altijd. Ik werd er heel erg gemotiveerd van. En, maar zijn
tentoonstellingstitel was Everything Breeds. En toen zat hij mij dus te vertellen wat hij daarover dacht. En dat kwam eigenlijk heel erg dicht bij mijn belevingswereld. En daar werd ik gewoon heel erg door geraakt. En toen zaten we op die stoel heel lang voor dit beeld. Sneeuw. En dat geeft heel duidelijk een soort van verandering weer. Het is eigenlijk een heel simpel beeld wat we allemaal zien. Maar zien we het wel echt? Want we zien het, maar we zijn het eigenlijk meteen vergeten. En heel lang naar die foto te kijken, besef je eigenlijk dat de sneeuw smelt. En dan is het weer weg. Maar hij heeft gewoon echt een moment vastgelegd die, ja, wat voor mijn gevoel heel veel vertelt. Het komt en het gaat, maar het hangt ook zo mooi in het beeld. Als een soort van mooi wit vlak. En dat daagt je gewoon uit. En eigenlijk is zijn werk heel erg aanraakbaar. Dus ik vond het een hele mooie middag hoe we daar samen zaten. En we gingen steeds meer zo in die stoelen zitten. Ja. Huh? Zat niet zo lekker, maar. Nee. Maar het is. Toen zei ik wel, wil jij wandelen? Nee, wil je meedoen aan. Ja, dat vroeg je toen meteen. Ja. Ja. Ja, je zei eigenlijk wilde ik het niet vragen, want je wilde het van mij daarvoor al vragen, dat zei je. Je zei van ja, ik wil het eigenlijk niet vanmiddag al vragen, maar ja, ik doe het toch maar. Maar ik wil dat je, ik wil je werk. Zei ik dat? Ja, zo zei je. Toen wilde je mijn werk ervoor hebben. Nou ja, weet je, het is heel moeilijk om naar een academie gewoon eigenlijk alles wat je deed, dat je dat door blijft gaan. Dus daar hadden we die middag ook over, van hoe je dingen kan aanpakken en dan stopt zo'n academie en dan heb je voor alles geleerd en wat dan? Ja, dan moet het opeens allemaal uit jezelf komen. De structuur van de lessen stopt. Je ziet je studenten, medestudenten niet meer elke dag. Ja, maar je ziet ook geen vacatures een kunstenaar gevraagd. Nee, die zouden er wel meer moeten zijn, ja. Hè? Ja, en ik denk eigenlijk deze tijd vraagt dat best wel over. Omdat de vacatures staan van kunstenaar. Waarom vind je dat? Nou, kunstenaars kunnen gewoon een sfeer veranderen. Die kunnen op een andere manier naar de dingen kijken. En juist omdat alles nu zo, ja, ik weet het niet, zwaarmoedig, polarisatie noemen ze het. Mensen hebben geen fantasie meer in hun hoofd, want vanavond komt er weer een persconferentie. Ik hoorde vandaag op de markt van, nou, dan moet je even naar de Action, want de Action gaat dicht. Want iemand wil, als de Action dicht is, houdt het leven op. Is wel waar. Absoluut. Ik wil even terug naar. Maar dan een andere actie. Ja. Hè? Maar ik wil het straks heel graag hebben over de rol van de kunstenaar. Maar ik wil, we geven het boek even door. Het boek heet Everything Breathes. Los van dat jullie daar een heel mooi gesprek over hadden, is natuurlijk adem ook een belangrijk thema in jouw werk. We zien het hier letterlijk achter ons. Waar kijken we naar? Voor de mensen die het nog niet kennen. Sinds 2007 vraag ik mensen adem te doneren in een boterhamzakje. Niet van de Action, maar wel van de Dekamert. Ik ben er serieus wel benieuwd naar. Van hoe kom je er dan achter wat het beste zakje is? Ja, de glim. De glim. De glim. En niet alle zakjes zijn hetzelfde. Dus het is eigenlijk helemaal niet zomaar een boterhamzakje. Nee. Ik heb eerst heel veel boterhamzakjes gekocht en ze hebben absoluut niet dezelfde transparantie allemaal. En deze is eigenlijk helemaal niet zo transparant, maar die heeft wel een glans. Dat het niet echt maakt of dat het heel filmisch wordt of
Eigenlijk een beetje zoals die sneeuw in Cosper's werk. Van, je weet dat je het kan aanraken, maar... Ik zoek dat eigenlijk altijd ook op in mijn werk. Precies dat... Dat zit ook in die, waar we het net over hadden, in die prins. Een soort van eigenland. Je zoekt het boterhamzakje in het foto-papier. Nee, ja. Maar ik vind die glans heel lekker, want ik werk ook veel met glasplaat, die naast het werk hangen vier kleuronderzoekjes. Dat heb ik ook met melkglas gemaakt. Dus dan, waar ik een soort van scherpte zoek in ja, iets wat dus onscherp is. Want melkglas maar het klinkt ook als ademen op glas. Ja, want ik heb... Melkglas kwam ik achter dat het heel handig is en dat het gewoon net een constant beslagen is. Voor mijn studio was ik altijd met een glas aan het beslaan met mijn adem om daar te fotograferen. Dat werkte helemaal niet goed. Ja, maar die paprika's van jou, die hadden ook natuurlijk enorme glans. Nee, want dat kwam omdat ik had een paprika gefotografeerd. Ik had vet dure schoenen gekocht, van slippers, van leer. En toen dacht ik, oh, dit is echt heel mooi. En toen had ik een... Paprika en een aubergine op mijn aanrecht tegen. Dat ik, oh, dat is gewoon dezelfde soort van structuur, kwaliteit. En dacht ik van, oh, dat is gek. Maar die vond die overeenkomst heel grappig. Dus ik ging dat heel erg fotograferen. En toen kwam ik in de klas, die foto's, een soort van helemaal spaced out. Van, wow, kijk, dit is helemaal hetzelfde. Hoe kan het nou? En toen dacht ik, oké, nou, dan ga ik dat gewoon heel groot. Ben ik daar voor mij een half jaar mee gaan printen. Dus... zeefdrukken mee gaan maken en uiteindelijk heb ik gewoon normale printer mee gemaakt. Maar en heb je die perfecte matglans toen gevonden? Ja, dat wel, ja. Ja, ja maar het is ook een huid die een ruimte vasthoudt. Ja. En dat is met deze glans ook. Het houdt die ruimte vast. Ja, en dat zit ook in dat deksel. Dat is ook zo'n, maar goed, misschien een soort van, het klinkt een beetje... Dat is een fetish bijna nu, maar glimmende dingen, maar ja. Nee, ik vind het heel mooi. Ik ben wel benieuwd, wat betekent adem voor jou? Leven en keuzes maken. Kun je dat uitleggen? Nou, als je de inhoud aan je eigen adem wil geven... zal je keuzes moeten maken welke adem je wil inademen en hoe je het wil uitademen. Dus er is een soort van relatie van de binnenkant van je lichaam met naar buiten toe. En die kan je leven. En op die manier kan je ook een autonomie creëren. Tenminste, daar heb ik heel erg naar gezocht. Ja, het klinkt een beetje zweverig. Maar je kan dus immaterieel, hè, het is een motor, maar het is ook immaterieel, je kan het niet vasthouden. Je kan het wel tegenhouden met een mondkapje. Maar het stopt ook ergens, ik zie net mijn man, het stopt dus ook ergens je adem. Dus... ja, wat wil je dan met het leven doen? En daarom is zo'n vacature een kunstenaar gevraagd ook eigenlijk best wel goed. Want we moeten allemaal dingen doen wat de linkerkant van je hersenhelft heeft geleerd op school. En dat is ook de structuur van hoe de hiërarchie binnen je netwerk werkt en dat soort dingen. Maar... de rechterkant van je hersenstructuur is jezelf. En hoe mooi is het om jezelf te delen? En dat is eigenlijk de adem die ik wil hebben in zo'n boterhamzakje. Dat je jezelf kan delen met de ander, de pure ik, zonder het belang, het doel. En dat vind ik ook zo mooi aan jouw foto's. Er zit niet echt een doel in, maar wel iets wat je wil koesteren. Dat verlangen van binnen. Dat heeft niet echt een vorm.
Ik begreep ook, Casper, dat jij die foto gemaakt hebt van dat, die sneeuw op het dekzeil, eigenlijk op het laatste moment dat het nog kon. Ja, want nou, in mijn werk wandel ik. Ik wandel heel graag. En als ik wandel, dan zie ik zeg maar dingen en dat connect ik dan weer in mijn hoofd, zeg maar. En dat is inderdaad ook heel erg wat je zegt van, het heeft niet echt een reden of zo, denk ik of zo. Of een, ik weet niet hoe je het zei net. Maar, en dat sneeuw, mijn fotografie is heel erg vaak, dat ik denk, oh, dit is gewoon wat het is, zeg maar. Dus dan liep ik rond en toen zag ik gewoon die bedden van sneeuw op bootjes liggen. En toen was het niet zo bijzonder en toen zag ik het ook niet. Maar toen het ging smelten, zag ik het inderdaad wel. En toen dacht ik van, oh, het is zo van bijzonder dat het, maar de natuur gaat altijd door. Dus alles, dat is voor mij wat alles ademt. Het valt bijna. Wat valt? Het valt bijna, die sneeuw. Ja. Het valt weg ook. Maar, en ik vond het gewoon ook heel vet dat zeg maar de natuur dan een soort van sculpturen maakt eigenlijk, weet je wel. Een soort van, abstracte kunstwerkjes met vormen en de, ik wil daar naar kijken, maar het is er niet. Maar, en was eigenlijk, het werd de dagen daarna werd het heel viezig, die sneeuw. Dus dan, ja, was het niet meer echt lekker te fotograferen. Het is heel fragiel, er is natuurlijk zo'n omslagpunt van, de sneeuw is prachtig en het is onaanraakbaar en opeens is het een soort slushpuppy. Ja, het is een heel kwetsbaar moment eigenlijk. Ja. Dus het, ook dat moment kan soms een 1 seconde zijn en dan is het weg. Ja. Dat je het dan hebt. Ja. Nou, in op zich mijn fotografie heb ik dat nooit zo goed. Ik kan heel vaak wel dingen goed vasthouden. Maar, en ik vind het altijd ook heel lekker dat je dus alleen bent of zo als je fotografeert. Dat je een soort van, ja, dan ga ik terug, als ik fotografeer, dan probeer ik een soort van, dan krijg ik een soort van gevoel als ik iets zie. Dat soort van, dat waar we het over hadden. Maar dat hele warme, ik krijg altijd een heel warm gevoel in mijn buik als ik dan iets herken. Iets waar ik me dan helemaal thuis voel. En ja, en het is zo fijn dat je het alleen hebt of zo. Is dat voor jou ook het criterium van een goed werk? Wow. Goed werk, dat vind ik altijd. Ik denk meer dat het een motivatie is om dingen te doen. Toch? Ja, vaak is ook, ga ik wandelen of zo omdat ik me niet lekker voel of zo. Of mijn hoofd er even niet naar staat om iets te doen. Dus dan ga ik wandelen. En wat, in die lockdowns, toen was sneeuwde het ook heel veel. Dus voor mij zaten we echt in een vette lockdown. Ja, toen dacht ik, ja, oké, maar ik ga maar wandelen, weet je wel. En dan, Afgelopen winter was alles dicht. Ja. Natuurlijk in maart, mei. Ja. In maart, april ging alles pas weer open. Ja, dus toen ben ik veel gaan wandelen. Ik vind het zo gek dat je dat ook helemaal kan vergeten. Of ligt dat aan mij? Die tijd? Ja. Ja, als je je weer goed voelt, dan vergeet je natuurlijk al die shitdagen. Nee, maar ik voelde me vorig jaar heel erg goed. Ja? Maar ik kan me niet meer herinneren. Dat was dying. Nee, maar ik denk ook dat de lockdown bijna een soort Groundhog Day was. Het was, de dagen gingen heel erg op elkaar lijken. Oh, dat had ik ook niet. Nee? Oh, ik weet wel, ik zat natuurlijk alleen maar te monteren. Dat was het. Ja. Het was gewoon 8 uur film, dus ik heb alleen maar lopen monteren. Ik heb helemaal geen lockdown gehad. Je was locked in eigenlijk. In de montagekamer. Ik ben heel bezet. Ja. Voor mij ging het trouwens heel wel. Ik was ver in de huisnoten toen. Dus ik dacht, voor mij ging toen even naar buiten. Ja. Dan gaan wandelen, ja. Anyway. Hey, tijdens de lockdown is natuurlijk ook, of nou eigenlijk al toen bij het begin van de pandemie, hebben we ook eigenlijk, althans laat ik het voor mezelf zeggen, beseft dat adem ook, het is leven, maar het is ook opeens iets anders, want adem werd iets gevaarlijks. Nee. Heeft dat jou anders doen kijken naar jouw werk, naar ademtocht? Nee, ik werd er eigenlijk, ik werd heel erg geconfronteerd, want in het Museum van de Geest zou een hele grote installatie worden gebouwd, waarin het publiek kon ademen. En
Dan ben ik 2 jaar mee in gesprek geweest, omdat het echt best wel een heel ingewikkeld contract was. En dat pand moest helemaal worden omgebouwd. En uiteindelijk kon dat niet doorgaan, omdat er alle handelingen werden uit het museum gehaald. Het werd opeens ook gevaarlijke kunst. Ja. Ja, terwijl ik zou eigenlijk het boegbeeld worden van het museum, maar dat moest toen een beetje ingetogen worden. Wel dat ze zeiden vanuit het komt wel weer ergens, maar we moeten dat even zien, want het wordt gecanceld. En toen werd die man, George Floyd, ja, die werd vermoord en I can't breathe. En op een of andere manier heb ik alleen maar... dat mijn werk sterker wordt naarmate de tijd er overheen gaat. Dus ik vind het ook wel heel erg bijzonder dat we nu met z'n allen worden geconfronteerd hiermee. En dat er eigenlijk helemaal geen antwoord is, dat vind ik ook dat is heel erg interessant. Want we willen allemaal wel dat de politiek ons zegt wat we moeten doen, maar de politiek weet het ook niet. Maar dat kunnen we bijna niet geloven, dat niemand het weet. Denk je dan dat daarom extra dat die vacature kunstenaars er nu zou moeten zijn? Wat kunstenaars misschien wel kunnen helpen met dat antwoord? Nou, ik denk dat kunstenaars heel goed zijn in vragen stellen en niet zo goed zijn in antwoorden. Maar... omdat er nu geen antwoorden zijn, want we zitten allemaal in het onbekende, is het heel goed om vragen te stellen. Van, ja, als het zo slecht gaat in deze wereld en de containers die komen niet hier meer aan in Rotterdam en het materiaal is er niet meer. Nou, laten we er een feest van maken hoe we dingen anders kunnen doen. Dingen anders doen, ik zie een vraag. Wil je kort even je naam zeggen? Ik ben Evelien en ik heb niet zozeer een vraag, maar ik doe me heel erg denken aan de opening van jouw tentoonstelling. Die werd geopend door Marleen Sticker en die verwoordde het heel goed wat de rol van de kunstenaar is in deze tijd. Oh, kan je dat herhalen? Nou, dat ging echt over een andere kijk op de werkelijkheid. En wat je nu net zelf ook zegt, is dat die politiek die probeert grip te krijgen op die werkelijkheid en dat lukt maar niet. En die kunstenaar kan daar een rol in spelen, omdat hij zo anders daarnaar kan kijken. En ik denk dat dat is wat die vacature kunstenaar zo belangrijk maakt. Weet je, we hebben echt die kunstenaars nodig om een andere kijk op die werkelijkheid te laten zien. Ja, of misschien is het niet eens de andere werkelijkheid, maar dat de werkelijkheid misschien helemaal niet bestaat. Exact, ja. Ja. En dat het eigenlijk gewoon heel erg gaat over hoe Casper fotografeert. Hij wandelt, hij ziet iets, maakt een plaatje. Ja. En een kunstenaar die maakt dat zeg maar zichtbaar. Maar de kunstenaar is natuurlijk ook nu gewoon heel erg gehandicapt in deze lockdown. Dus het is helemaal niet meer om te presenteren, maar... moet het wel gepresenteerd worden? En gaat het niet veel, gaat het, misschien moet het veel meer gaan over dit moment wat we met z'n allen hebben. Van hey, wat kunnen we doen? Ik vind het wel om ons gewoon gelukkig te maken. Want Casper die doet dat in zijn eentje, maar die vertelt eigenlijk dat hij gewoon op dat moment dat hij het maakt, dat hij dus gelukkig is. En ik denk ook, als je gelukkig kan zijn alleen, hè, dan ben je eigenlijk veilig. Maar vind je ook de motivatie om verder te gaan? Want word jij heel erg gelukkig van dat iedereen jouw sneeuwbeeld ziet? Ja, tuurlijk. Ja. Of was het maken ook al voldoende? Nee. Ja. Terwijl, natuurlijk schep je er bovenop als mensen er naar kijken, toch? En dat, als mensen het zien, zeg maar, wat je... Nou, ik denk dat... Ja, ik vind het... Ja, jawel, nee. Ik vind het heel belangrijk dat mensen er naar kijken. Want, zeg maar, ik kan er in mijn eentje naar kijken.
En ik vind het ook heel erg leuk om er foto's van te maken en voor mezelf om het te zien. Maar ik fotografeer het eigenlijk ook om, zeg maar, te laten zien van, oh, kijk wat ik heb gezien of zo. Dus dan, ja, dan heb je de ander wel ook weer nodig. En wil je dan ook dat andere mensen daardoor geïnspireerd zijn? Of wil je dat, ja. Wat wil je dan, wat ze meenemen uit dat plaatje? Of ja, dat ze het kopen? Of dat ze, gelukkig worden? Ja, nou, een soort van een stukje verstilling of zo, vind ik wel fijn. Daar had ik ook die stoelen er neergezet in me, toen tijdens de expositie. Dat mensen ernaar kunnen, dat ze kunnen zitten een keer en kunnen kijken. Ik vind het ook zo vervelend als mensen, zeg maar, altijd door iets heen lopen of zo. Ik loop ook zelf heel vaak door exposities, ja, gewoon heen. Zo'n type ben je wel, hè? Toch? Ja. Zo'n onrustig, ja, ben je niet, hoor. Altijd haast, hè? Maar, dat zitten en kijken dus naar iets wat... En ook vond, ja, het is ook natuurlijk dingen die ik fotografeer zijn best wel vaag, denk ik. Misschien of zo. Ja, want een ander... jullie hebben letterlijk in de titel en ook als verf gebruikt Mariska het eigenlijk ademgemeen. Maar iets anders wat jullie ook gemeen hebben is dat jullie eigenlijk ook constant de interactie aangaan met de natuur en met jullie omgeving. Jij begon in 2015 eigenlijk de vriendschap met het Zaans Museum, met het werk De Vouw, als reactie op het werk van Monet. Wat hier hangt. Kun je heel kort vertellen wat De Vouw is en wat jij bedoelt met leven in De Vouw? Waar Marleen Sticker overigens ook heel mooi aan refereerde op de opening. Wat is De Vouw? Nou, ik heb eigenlijk gewoon het stukje land weggevouwen. Het stukje land op het werk van Monet? Nou ja, weet je... Ik kreeg wel van Jan Hovers de vraag of ik iets wilde doen met het schilderij. En het is eigenlijk heel stom. Ik had het land weggeknipt en toen heb ik het gescand, maar dan deed ik een papiertje erachter. En toen had ik het dus gescand en toen bleek ik en de toekomst erin te staan. Dat moet dus je even uitleggen. Ik had dus het land weggeknipt en ik dacht dat ik een wit papiertje erachter legde. Maar het was geen wit papiertje. Bij het scannen zag ik en de toekomst. De woorden. Ja. En toen ben ik daar dus over na gaan denken. Maar ik was voorzitter en ik zat in van die omgevingsvisies omdat we een stakeholder waren. En dus ook met de Hoogheemraad. En je weet dat de bodem die daalt hier heel erg. En allerlei problematiek kwamen erin op. Dus ik dacht van dat land moet weg. En Monet heeft dat ook vrij lelijk geschilderd, maar ook... dat water en lucht, dat moet bij elkaar. En dat strookje land is dan waar ik leef en werk. En dat vouwen we gewoon in die vouw. En dan krijgen we eigenlijk een ander schilderij. Maar omdat ik echt 7 jaar nadat met die vouw bezig ben geweest, omdat ik een filmonderzoek deed die daarover ging. Maar waarom moet ik het nou wegvouwen? Niet wetend dat ik eigenlijk alles zou verliezen in die vouw. En dus het leven... Dus eerst ga je ernaar kijken en maak je die beweging van waar is de betekenis? En dan komt de betekenis eigenlijk naar jou toe. En dan zit je in de tijd dat je dus in die vouw zit. En of je het nou leuk vindt of niet, maar je kan dus niet meer terug. En dat is wel heel raar, want de ademtocht heeft dat eigenlijk ook, maar het zeebeeld heeft dat ook. Dat is het werk hierachter, hè? De mal van het mal. Zeebeeld wat je gemaakt hebt. Dat een kunstwerk, die wordt dus ergens gemaakt in een tijd.
En een tijd verder wordt het kunstwerk die in de tijd past. Maar eerst past die niet in de tijd, maar dan past die wel in de tijd. En ik heb ook heel vaak eigenlijk, dan begin ik te werken en dan werk ik eigenlijk met het idee van, nou, ik hoef het helemaal niet te maken, maar ik hoef het alleen maar zichtbaar te maken. Het uitgraven uit de grond. Ja, dat is toch een heel raar fenomeen, dat je dat elke keer gewoon maar overkomt. Dat een kunstwerk dus echt tot leven wordt gewekt. Ja, maar het is niet altijd leuk. Ik vind het niet altijd leuk. Maar ik heb wel die momenten die jij hebt, dat je dus alleen bent. Nou, dat maakt me ook heel erg gelukkig en ook gemotiveerd om verder te gaan. Maar ook gemotiveerd om toch eigenlijk als kunstenaar een hele aparte rol in de maatschappij in te nemen. Want ja, aan jou wordt nooit iets gevraagd vanuit de maatschappij. Ik ben nog niet zo erg lang kunstenaar natuurlijk ook, dus ik weet niet... Hoezo niet? Nou ja, zeg maar afgestudeerd. Ja, we hadden het ook net over, zeg maar, in deze tijd. Jij hebt natuurlijk kunstenaarschap heel lang, ken je het al. Ik ken het alleen maar in crisis nu, zeg maar. Maar jij maakte ook al kunst voor de pandemie. Nee, niet echt hoor. Nee? Ja, ik zat wel op school en ik fotografeerde wel veel, maar het was meer gewoon klusjes of zo. En op een gegeven moment toen ik dus op school kwam en in die slipper en die paprika zag, toen zag ik opeens het licht of zo. Toen dacht ik, oh, dit is een soort van werkwijze dat bij me past. Daarvoor had ik het helemaal niet. Maar herken jij wat... Nee, het verbaast me een beetje, maar nee. Nou, jawel, trouwens, vroeger als kindje had ik het dus altijd. Soms geloof ik jou ook. Ja. ik had vroeger... Ik dacht dat jou heel vroeg begon met fotograferen. Ik fotografeerde altijd al. En ik had een macro-lens. En daarmee fotografeerde dus eigenlijk altijd... Dat vond ik heel grappig, dat ik dat op school... Die periode was ik helemaal vergeten. Dat ik altijd blaadjes fotografeerde en druppels en ja, whatever, allemaal kleine dingetjes met de macro-lens. En toen, ik weet niet, ja, een periode van mijn leven dat ik gewoon andere dingen aan het doen was, andere dingen aan mijn kop had. En de camera was voor mij ook, ik had hem niet meer, of er was iets mee aan de hand. En toen was ik op in Londen, deed ik stages en toen was iedereen op producties en iedereen was, alles ging zeg maar heel goed daar. Met al die fotografen. En ik dacht, oh shit, ik moet ook gewoon lekker spullen kopen. Dus toen had ik weer oude lenzen gekocht, zeg maar, waar ik vroeger heel goed mee werkte. En toen ontdekte ik weer mijn oude werkwijze of zo. Wat ik als kind deed. En dat, ja, toch was dat het, wat echt, ja, dat, wat je dan uit nature doet, is toch wat goed is of zo. Ja, weer terug naar de kern. Ja. Je begon als kind met fotograferen van dingen in de natuur, in je omgeving. Mm-hmm. Je was veel buiten. Mariska is eigenlijk op een bepaald moment vanuit de stad heel bewust naar buiten getrokken. Mm-hmm. Zie je voor jezelf, je woont nu in de stad, zie je voor jezelf ook zo'n volgend hoofdstuk voor je? Ja, ik zou echt heel graag in de natuur willen wonen. En waarom doe je dat niet? Ja, dan groeit geen geld in de boom. Volgens mij heb je hartstikke veel huur in Amsterdam. Ja, maar ja, dus ik heb werk. Ik werk heel in de stad. In de stad werk je, toch? Ja, maar ja, goed, je kan natuurlijk ook kunstenaar worden. En dan, maar ik heb nu heel veel klussen in de stad. Mariska heeft het ook. Ja, nee, ik kan ook wel. Misschien over een paar jaar als ik wat gevestigd maar ben. Maar je komt gewoon blijven werken. Ja, maar ja, dan zou ik wel echt in een bos willen wonen. Oh. Toch niet zeg maar even buiten de stad. Ja. Ja, het is ook altijd niet snel goed, hè? Nee. En dat hoort bij onze generatie. Oh, ja. Als ik een huis zou willen hebben in het bos, wil ik wel echt een dik huis. Ja. Ja, ik kan wel echt heel erg verbaasd zijn. Over mij? Nee, over die generatie die dan mega dromen hebben. Maar ik vind ook best wel dat ze
dat het hun ook lukt, maar dat ze dat dan zelf helemaal niet zien, wat ze eigenlijk allemaal al hebben. En ik ben eigenlijk juist heel erg van... Nou, ik wil eigenlijk gewoon niet te veel kosten hebben, waardoor ik gewoon kan werken. Dus ik ben ook heel erg gauw tevreden met niets. En boterhamzakjes in adem, dat is ook bijna niets. Maar dat is nog veel meer dan alleen maar met gras werken, wat toch onkruid in mijn tuin is. Of, ik hou wel van spullen en zo. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, ik neem alles mee van de straat en dat is mijn meubilair. Deze bank heb ik ook in Amsterdam-Noord ergens. Ja, want deze komen uit jouw huiskamer. Ja. Ja. Toch? Ja, mijn pornobank. Ja. Alleen nemen we er vanavond iets anders op. Ja, maar dat is ook nooit porno. Ik vind het meer een denkbeeldige porno dan dat het daadwerkelijk porno. Ik insinueerde niet dat jij... Nou, never mind. Denkbeelden. Maar ik ben wel benieuwd, want jij bent heel bewust van de stad naar de Zaanstreek verhuisd. Je woont hier 10 minuutjes verder weg. Je kan zelfs boven, als je met daglicht uit het raam kijkt... Zie je waar jij woont? Ja. Hoe heeft dat jouw praktijk als kunstenaar beïnvloed? Dat je zo drastisch van de omgeving bent veranderd? Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waar ik ben. Alles loopt hier parallel. Maar ik zie ook in mijn werk heel veel parallele dingen. En in de parallele dingen kan je heel erg verdwalen. Maar mijn straat loopt in een cirkel rond. Het begin omsluit het eind. Dus dat is ook al een ruimte, net zoals ademtocht. Dus dat heeft heel erg een rol gespeeld. En net zoals dat de dekenmarkt ook... een stille rol speelt in mijn materiaal. Ik heb dat niet zelf gemaakt, dat kan je gewoon kopen in de winkel. Dat vind ik ook heel fijn. En het is ook iets waar ik dagelijks wel de boterhammetjes in deed voor de kinderen en zo. En op een gegeven ogenblik kon ik ook niet meer naar de winkel. Want het kost gewoon te veel tijd en te veel moeite. En heel vaak moet je dus heel veel materiaal kopen voordat je eigenlijk materiaal vindt waar je mee wil werken. Dus ik dacht van nou, daar stop ik mee. Want als ik vind dat ik dus, dat wat ik net zei, met mijn adem wil zijn en daar mijn autonomie in wil creëren... Dan moet ik het ook gewoon met de plantjes doen en met niets. En dat gewoon heel stug volhouden. En misschien komt nu de tijd pas aan dat het gewaardeerd wordt of dat het begrepen wordt. Dat je dus van niets iets kan maken zonder dat je vindt dat... alles iets moet zijn. Dus dat hele vormeloze vind ik ook heel erg mooi. Want dat zie je ook in de natuur. Alles heeft wel een reden waarom het zo is. En dat is helemaal niet zo vormgegeven. Dus die non-vormgeving, dat vind ik ook echt heel interessant. Ja, en niets is ook is ook perceptie. Jij zegt ik moet werken met niets, maar je kan ook zeggen de natuur heeft alle wijsheid en ik werk dus eigenlijk met het groen kapitaal. Ja, 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 ja. Ja, maar ik denk ook, ik zie mezelf wel als een onderdeel van de natuur en eigenlijk ziet de mens zich helemaal niet als een onderdeel van de natuur. Ja, ik rij ook geen auto hoor, maar... ik denk wel dat dat uitmaakt, want het betekent dus altijd dat je niet in een... Je zit nooit in een versnelling.
Nou, nee, dat vergis je in. Want mijn leven is best wel in type snellingen. En mensen die me kennen, die weten wat er allemaal gebeurt in mijn leven. Maar het feit dat je dus niet in zo'n kapje zit, in zo'n afgesloten ruimte, waarin je dus de wind niet voelt. En ja, ik zit altijd op mijn fiets of ik loop. Of, je voelt altijd de wind. Dus dat is eigenlijk misschien wel een vorm van werkelijkheid. Hè? Dus in een auto heb je een andere realiteit. Nee, heb je een werkelijkheid, een gecreëerde werkelijkheid. Maar als je loopt en fietst en alles zeg maar in de wind doet, dan heb je een realiteit. Omdat je het ritme van de natuur meekrijgt en de elementen. Ja, maar ook omdat je zo langzaam verplaatst, zie je gewoon veel meer. Je waarneming verandert gewoon. Want je ziet een stukje sneeuw op een dekzeil. Het is helemaal niks. Het is mooi dat je daarover begint, over het zitten in een kapje en dus niet de wind kunnen voelen. Omdat jij ik moet denken aan dit werk van jou, Pictures of Trees from the Train. Jij maakt juist foto's van de natuur. Zien ze uiteindelijk in de naam, denk ik hoor, maar misschien wel. Nou, ik lees gewoon op wat eronder staat. Maar misschien kun je het doorgeven aan de zaal. Maar jij maakt juist weer foto's. Oh, sorry, er zit een vouw in. Nee, oh, dat maakt juist. Maar jij maakt juist weer foto's van de natuur. Heb je dit gezien? Deze wel? Geblurd door de snelheid van de mens, van de trein. Ik vind het heel goed. Ja. Dus jij gebruikt de natuur ook op een hele andere manier. Ja, nou, ik heb geen studio. Ik vind in de studio werken. Ik heb thuis ruimte. Ik had thuis een ruimte gemaakt om te fotograferen, zeg maar studio ruimte. Toen merkte ik dat ik daar eigenlijk meteen een kleed neerlegde en gewoon wilde liggen. Dus dat is. Ik fotografeer nooit thuis, dat lukt me niet. Dus daar in die zin is zeg maar. Ik heb ook inderdaad genoeg aan een stukje gras. Of een. Vertoffel, wat. Ja, gewoon buiten. Ja, wat in beweging. Voordat ik daar iets over zeg, dat is ook zeg maar wat ik me realiseerde bij een ander werk wat naast die sneeuw hing. Dat was een koe. Toen was ik aan het wandelen bij Portugal, toen was ik bij de zee. En toen zag ik die zee bewegen. Dacht ik, oh, die zee adem, zeg maar, weet je wel. Want het was van schuimlaag, lag erop. En toen liep ik naar die koeien en toen herkende ik datzelfde in zo'n bewegende, in de spieren van die koe die zo helemaal over elkaar heen ging. Dacht ik, oh, grappig. Dus. En dacht ik, oh. En in mijn hoofd kwamen die twee dingen een soort van samen. En dacht ik, oh, alles gaat door. Alles ademt, zeg maar. En ook hoe die koeien daar eerst in de wei staan en dan achter het hek weer staan. En dan die boer die heeft, zeg maar, ook zijn ritme. Dus het alsof het, zeg maar, een soort van. Ja, alsof het een soort van allemaal longen zijn. Zo voelde het een beetje. Misschien sla ik het nu plat hoor, maar zou je dan ook kunnen zeggen dat elke keer als je een foto maakt, dat je eigenlijk een in- en uitademing vastlegt van de wereld? Heel poëtisch. Heel poëtisch, ook, je kan het bijna ook banaal noemen, maar is dat wat zo heb ik er dan nooit over nagedacht? Ja, misschien ik denk dat het misschien wat simpeler in die zin. Maar die adem die. Soort van, daar gaat het voor mij wel om, ja. Het is wel dat ik dat, je zou het wel zo kunnen zeggen, ja. Dat is wel wat ik vast wil leggen. Maar het is niet per se dat ik die adem vast wil leggen. Het is meer dat ik dat denkbeeld erbij heb. En ook omdat er een soort van beweging dan in die foto vaak zit of zo. Dat ik opzoek. Maar ik denk ook, waar we hier samen op de bank zitten is gewoon. Jij had het net over dat de eerste keer was dat we de tijdens jouw tentoonstelling zagen. Maar de allereerste keer dat ik jou herinner was dat je vanuit Noppes kwam. Mm. Maar we hadden het in het voorgesprek erover dat de allereerste keer was dat je gitaar speelde bij het afscheid van het land wat Bes had georganiseerd met Lena. En alle momenten daarna dat je bij mij thuis kwam,
was je zoals je nu was, maar nu heb ik het alleen maar over werk. Maar jouw persoonlijke leven, ik denk dat we daar ook best wel wat overeenkomsten hebben. Dat je eigenlijk toch wel onveilig hebt gevoeld in je jeugd. Of dat je iets zoekt wat je graag zou willen hebben, maar dat is er niet. En dat je daarin ook koestering vindt. Ja. En dat is eigenlijk ook, die koestering zit ook heel erg in de vouw. Die herinneringen. Ik zag de, zeg maar, voor mij was de camera altijd, als je er, toen ik me niet zo, vroeger bijvoorbeeld niet zo lekker voelde of zo, en dan keek ik door mijn lens en dan was de wereld daar omheen weg. Dus dan heb je alleen hetgeen, dan heb je alleen, je ziet het door het, alles door het kastje. Dus het heeft ook een soort van heel geborgen gevoel. Heel, ja. Ja, je maakt een veilige ruimte voor jezelf, zoals jij op een bepaalde manier dat ook voor jezelf vouwde. Ja, rust. Alsof je je handen voor je ogen doet, maar een beetje, omdat je dus wel wat ziet. Dit. Ja, ja. Zo, dat is echt heel lelijk voor, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Ook een andere werkelijkheid. Ja, dat, ja. En ook natuurlijk omdat het een lens, het is een vorm. Het is een, ja. Wil je nog iets zeggen over dat... Ik vond het zo leuk van je groenonderzoek. Ja. Oh, ja. Omdat je geen groen ziet, wil jij een groenonderzoek doen. Omdat je de natuur zo mist. Ja, dat is het zeker. Omdat ik dus, ik woon in het centrum en ik bouw gewoon best wel dat ik, ik heb echt een te gek huis. Maar ik heb dus geen tuin of zo. Maar ik heb ook geen, ja, er is daar gewoon echt geen, er is daar niks in de buurt wat lijkt op natuur. Boven. Nou ja, de vrouwen van... Ja, ook weer het is ook een vorm van natuur. Ja. We hebben ook midden tussen de woorden. Ik woon, Vrouwen van de liefde. We zitten bijna aan de tijd. Dus ik kijk heel even naar het publiek of er nog een brandende vraag is. Ik heb er nog duizenden. Maar zijn er nog mensen die zeggen, ik wil heel graag dit of dat nog vragen? Dat kan straks natuurlijk ook nog. Hier vooraan. Ja. Ik ben Kie. Hoi. Goeiedag, goedenavond. Ik ben dus best wel benieuwd, want jullie komen dus uit eigenlijk een heel andere generatie van kunstenaars. Aangezien Mariska die geeft aan dat ze eigenlijk heel erg een soort van down to earth, heel erg blij is met heel weinig. En Casper geeft aan dat het heel erg, die houdt toch wel heel erg van spullen. Maar hebben jullie het gevoel dat daar dus dan ook een soort van overeenkomst is uiteindelijk toch in de kunst? Of dat het uiteindelijk toch een beetje een soort ander inzicht is voor de kunst die jullie maken? Nee, ik moet niet uitmaken natuurlijk. Ik denk dat we allemaal heel erg tolerant moeten zijn dat iedereen is wie die is. En dan mag je met elkaar dingen uitwisselen. En dat er zoveel overeenkomsten zijn, dat wisten we eigenlijk ook niet van tevoren. Nee. Maar we hebben ook alle twee geëtaleerd, etalage. Daarom waren die stoelen natuurlijk ook zo steengoed voor jouw werk. Dat was natuurlijk jouw etaleeropleiding. Ja, maar dat begreep ik natuurlijk. Ja, ik had ook mijn vader had een tafeltje gemaakt wat erbij paste. Heel laag. Ik wilde zo'n super laag tafeltje waar er mijn boekjes op lagen. En ik kon het nergens kopen. Ik dacht, mijn vader die... kon dat maken. Dus en ik had een bepaalde kleur voor die muur. Het was zeg maar wel het was wel belangrijk voor het werk voor mij om het heel visueel, zeg maar, gewoon dat het gewoon lekker uit zag. Ja. Nou, wat mooi. Hey, tot slot, hè, nog heel even over die vacature kunstenaar. We hebben net weer een persconferentie achter onze kiezen. Vanaf zondag is alles tot 5:00 open. Het wordt een om even een game. En wat is alles? Alle niet-essentiële dingen mogen tot 5:00 open blijven. Maar even Game of Thrones aanhalen, Winter's Coming. Een advies, hè? Vacature kunstenaar, een advies van de kunstenaars naar het volk. Wow. Advies. Of een vraag, aangezien Mariska zei, wij zijn goed in vragen stellen. Een vraag voor ons allemaal om over na te denken. Je moet gewoon produceren, toch? Nee. Als je gewoon maar gewoon lekker maakt. Ja.
als je gewoon iets vindt wat je... Ik weet, ik heb in mijn gevoel dat de lockdown dat niet heeft tegengehouden. Voor mij in ieder geval niet. Ik heb juist, ik vond het wel oké. Ik vond het heel jammer om geen leuke dingen te doen, zeg maar. Maar ik vond voor mijn werk, vond ik het niet iets tegenhouden. Maar misschien komt het ook omdat ik nog niet echt veel heb geëxposeerd of zo. Misschien dat. Nou, je hangt hier nu, toch? Ja, is er ook corona nu? Ja. Ja. Maar ik zou willen zeggen... maar ik vraag mezelf wel af... als je dit kan vergelijken met de Spaanse griep. De Spaanse griep duurde 15 jaar. 15 jaar is heel lang. Lukt het dan nog om aardig tegen mezelf te zijn? En voel ik het bloed nog door mijn lichaam heen stromen? Ik denk het wel. Dus volgens mij gaan we allemaal op vakantie terwijl we thuis blijven. Wat mooi, dankjewel. Ja. Dus dat is dan een opdracht aan ons allemaal om op zoek te gaan naar... Dat vakantiegevoel, die warme gloed die jij bij de sneeuw voelde de komende tijd. En ik wil jullie ook allemaal heel erg bedanken voor jullie aandacht. En Mariska en Casper, ontzettend bedankt. En zoals ik al eerder zei, dit was de eerste aflevering van een reeks van 5. Wanneer de volgende gepland staat, dat weten we vanwege de huidige omstandigheden nog niet. Maar hou vooral de website van het Taans Museum in de gaten. En we gaan ze natuurlijk ook allemaal opnemen. Dus ja... Blijf vooral kijken, zodat je ze niet allemaal mist. Dankjewel. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Dankjewel.